snel. Bedankt voor de begeleidende tekst, Niel. Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik sta op het station van Wolfsburg. Wolfsburg ligt in het uiterst oosten van Neder-Saxen. Ik ga vandaag samen met Niel een toertje maken door de deelstaat Sachsen-Anhalt. Want dat is het eerste station na Wolfsburg ligt in Sachsen-Anhalt. We zijn daar nog nooit geweest, geen idee hoe het is. We dragen wel weer een mondkapje. Veel kijkplezier. De eerste trein die wij gaan nemen is de stoptrein naar Stendal. Die vertrekt van spoor 9 en rijdt maar één keer per 2 uur. Vaarkaarten. Het ticket voor vandaag is een Sachsen-Anhalt-ticket en deze kost voor 2 personen 33 euro. Vergeet niet je naam op het kaartje te schrijven. Kan nog niet ontbeten, want we zijn hier met de auto naartoe gekomen. Dit ziet er fucking lekker uit. De mondkapjes zijn bevestigd. En onze trein is een nieuwe lint van Abellio. Kijk, je hebt een normale zitplaats in deze trein. Als je doorloopt, hebben ze hier ook loungebanken. Nou Niel, wat vind je van de loungebanken? We gaan nu met deze trein naar Stendal. Met 2 minuten te laat, Wahrzeit! Nou, het eerste station in Sachsen-Anhalt is Urbisfelde. Je kunt gelijk merken dat we hier de Duits-Duitse voormalige grens over zijn gestoken. Dus we zijn nu in voormalig Oost-Duitsland. Het is ook één grote vervallen bende hier. Langzaam, we hebben een foutje gemaakt. Ja, een foutje gemaakt. Het Sachsen-Anhalt ticket is niet geldig van de Wolfsburg Hauptbahnhof. Dus wij moeten straks voor de terugreis, als we terug gaan naar Wolfsburg, moeten wij een los kaartje van Urbisfelde naar Wolfsburg kopen. Dit is het station van Mr. Horst. Ik zal dit het beste kunnen omschrijven als deprimerende vervallen bende. Maar ik vind het mooi. We komen nu aan in Gardelegen. Graflegen eerder. Volgens mij heeft deze regio sinds de val van de muur gewoon stilgestaan qua tijd. Wij rijden hier over een Engelsborg diesellijntje, maar hier naast ons loopt de hoge snelheidslijn tussen Hannover en Berlijn. Die trein die je net voorbij zag rijden is de Intercity naar Amsterdam. Wij zijn aangekomen in Stendal. Onze volgende trein vertrekt van spoor 8. Nou, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden, maar ik vind het helemaal geweldig. Nou, het is een enkelbakslint. Jeetje. Nou, volgens mij is het een oudere lint overgenomen van een andere vervoerder, want het interieur straalt nogal Veolia uit en het is van de Hans, dus ja. Fahrzeit! Aangekomen in Tangermünde. Tangermünde is het eindpunt van deze lijn, dus we nemen nu dezelfde trein weer terug. Uitgestapt op station Stendal-Vorbahnhof. Stationsoverzicht. Dit station is alleen te bereiken via een spoorbrug over de spoorlijn naar Berlijn. Stendalse depressie. En nu gaan we wandelen van Stendal-Vorbahnhof naar Stendal-Hauptbahnhof.
Je kunt duidelijk merken dat we hier in de voormalige Sovjet-Unie zijn. Stendal Hauptbahnhof. In zo'n klein stadje als Stendal stoppen zelfs internationale treinen. Deze trein hier is de Intercity naar Amersfoort Centraal. Traks! En nu gaan we met de S-baan naar Magdeburg. Een of andere flink gepimpte bouwrijen 425. Op hoeveel stations wil je in Magdeburg stoppen? Aangekomen in Magdeburg Hauptbahnhof. Niel. Eerste indruk van Magdeburg. Fantastisch. Tot nu toe bevalt de stationshal mij zeer zeker. En ook hier kun je naar vele exotische bestemmingen reizen. Maar Niel, wij gaan nu de stad verkennen. Ik heb het idee dat er momenteel geen trams rijden. Wij gaan nu een stuk tram doen. Ze hebben hier nog van die oude jaren 90 knoppenmachines. En dan kreeg je zo'n dik kaartje wat we vroeger ook in Nederland hadden. En je kaartje, die moet je dan stempelen. Vanaf deze tramhalte vertrekt zometeen een R1 naar Frankfurt aan de Oder. Dat vind ik heel knap. Hier is een voorstadstation van Magdeburg met slaapvoorziening. En in dit station zitten geen ramen meer. Niel, heb je zin om te urbexen? Ja, is goed. Dan ben je op station Magdeburg Neustadt op het juiste adres. Ja, van de staat van de perrons ga ik net zo hard janken. Onbeheerde tas. Hallo. Niks! Nou, nu in de binnenstad van Magdeburg. Je moet echt van DDR-architectuur houden, van de Sovjet-Uniteit. Want dat is wat je hier ook echt krijgt. Als je hier niet van houdt, kom dan hier niet heen. Maar ik vind het persoonlijk vind ik het wel wat hebben. Het is heel anders dan wij gewend zijn in onze westerse wereld. Dus ik vind het wel leuk om te zien. Aanvullend vervoersbewijs voor de terugweg. De trein naar Wolfsburg vertrekt van spoor 5. Ditch! Het vertrek gaat over ongeveer een kwartiertje, dus nu krijgen jullie wat sfeerbeelden te zien van station Magdeburg Hauptbahnhof. Nou, we zitten weer in de lint richting Wolfsburg. Geen dubbel stel dit keer zelfs mee, maar we zijn nog niet vertrokken en we hadden al vertrokken moeten zijn. Schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Das Zugteam von ABU begrüße recht herzlich in der Regionalbahn Wolfsburg Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass nur der vordere Zugteil in Fahrtrichtung ab Haldensleben weiter nach Wolfsburg fährt. Der hintere Zugteil fährt dann wieder zurück nach Magdeburg. Des Weiteren halten Sie sich bitte an die Verordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Und eine angenehme Fahrt. Eine hele aangename Fahrt, ja. Wir sind in das verkeerde Treindeel. Gods. Kom nu aan in. Dan moeten we dat voorste treinstel. Nou, Niel hier, hè? Die heeft toch gelijk die loungebank weer gevonden, dat ding. En door naar Wolfsburg.
willekeurige noodrem is willekeurig. We mogen echt blij zijn met de stations in Nederland, joh. Niet normaal dit. Het station van Beusdorf. Hier stoppen wij zo te zien niet. Dat hoeft ook niet, want het is een stop wanneer je alleen iemand op het perron staat of als je op het stopknopje drukt. Nou, we zijn weer aangekomen in Wolfsburg. Niel, jij had wat te zeggen. Tour de France gaat niet door, maar Tour de Sachsen wel. Daar hebben we 5 takes over gedaan, want Niel werd afgeleid door knappe dames. Er staat hier een rebel met een Nissan op de parkeerplaats. Wie zal die rebel nou zijn? Nou, ik heb de sleutels van die Nissan gepakt. Ik ga zo meteen weer terugrijden richting Twente samen met Niel. Niel die loopt al weg. Dat is een outro dit. Volgende video, iets met Interrail, iets met Zwitserland. Meer ga ik niet vertellen. Tot de volgende keer, laat een blauw duimpje achter, abonneren op mijn kanaal. En tjus, und bis zum nächsten Mal.